Goede data voor Webby. Nou, net na de lunch, dus ik zal jullie door de lunchdip loodsen. Waar ik het over ga hebben is niet zozeer van de inhoudelijke data. Hè, van wat heb je per toetsspoor nodig, hoe kom je tot die gegevens, hoeveel heb je er nodig. Hoeveel heb je nodig om die schematisering te kunnen maken, om die afweging voldoende te kunnen onderbouwen. Dat zijn allemaal inhoudelijke zaken. Die bij de inhoudelijke cursus een veel betere plek hebben. Het gaat hier om de interactie tussen het stukje inhoud, waar we in deze presentatie, waar ik het meest over ga vertellen, en de raakvlakken met de databeheer. Wat zijn vanuit de inhoud de punten voor databeheer waar je op moet letten? En vandaar ook, we zijn hier met duo's. Stukje inhoud. Kijk, ik vertelde iets over, maar in principe je partner kan daar ook inhoudelijk iets over vertellen. Dat gebeurde net ook, hè. Dat was ook mooi om te zien tijdens de oefeningen. Er werd ook aangegeven van, zo en zo vanuit inhoud zien we dat op die manier. En dat de mensen van de databeheer aangaven van, dan hebben wij deze gegevens, dan zouden we die bewerkingen, of we zouden op die manier dat kunnen presenteren. Daar gaat het in feite om. En dat is hetgene wat ik vandaag vanuit dat aspect, vanuit het inhoudelijk aspect, aan zal geven van waar moeten we op letten bij het stukje databeheer vanuit de inhoud. Nou, wat ik net al aangaf, goede data, daar gaat het dus om. En dat stukje data management of datavoorziening moet daarin ondersteunen. Ik stip dus aan het wat vanuit de inhoud en het hoe, dus hoe het georganiseerd gaat worden. Dat is hetgeen waar jullie dus gezamenlijk in tweetallen over na moeten denken. Voor jullie waterschap als het ware. Dat als eerste. Ik zal een aantal punten aanstippen. Het zijn er vier. De nut en noodzaak voor die datavoorziening meer in het algemeen. De eisen die vanuit de WBI en misschien wel de keringbeheer in het algemeen spelen. Het hergebruik ervan, dat is sowieso in het hele keten van het waterveiligheid. En de aandacht bij dataverzameling. Het zijn geen onderwerpen waar ik uitputtend op begin ingaat, maar ik stip een aantal zaken aan waarmee jullie hopelijk voor de invulling van die datamanagement en het databeheer in ieder geval meenemen of in ieder geval kunnen beschouwen. Van, dat is een punt waar we, als we dat gaan inrichten, dat we dat in de gaten houden. Dat we niet achteraf denken van, dat was iets wat we beter misschien vooraf hadden kunnen weten of en daar rekening mee kunnen houden. Dat zijn een beetje de onderwerpen. En als er vragen zijn, stel ze. Want het kan best zijn dat ik een aantal dingen wat minder diep op behandel. Maar als het hier speelt, kunnen we dat wel gewoon meenemen. Nou, eerst nut en noodzaak van datavoorziening. Nou, in het algemeen is het zo dat een goede datavoorziening sowieso nuttig is. Hè, voor je meervoudig gebruik, ook voor je inwinning. Als je alles in een datavoorziening kan brengen. Dan kan je het hergebruiken. Dat is het efficiënt voor je uitwisseling. En dan bouw je een stukje herleidbaarheid op. Dat is ook het idee, mogelijkwijs in de toekomst, als jullie als beheerders van de waterkering ook de data in beheer hebben. En dat jullie data in verschillende processen gebruiken, maar ook in verschillende processen weten te herrijken herrijken en terug te brengen naar jullie datavoorziening. Nou, er is een noodzaak om dat nu in deze sowieso in deze beoordelingsronde te gaan doen. Er is sprake van een nieuwe normering, hè, dus er moet sowieso de datavoorziening op een bepaald moment op een bepaalde manier behandeld worden en in orde gebracht worden. Ook met overstap naar overstromingskansen, dus meer het probabilistische, is de onderbouwing daarvan en de gegevens die je daarbij nodig hebt, vele malen groter. Daar kom ik zo meteen ook nog wel op terug. Maar dat speelt er wel bij mee dat zodanig veel is dat een goede datavoorziening, datamanagement, zonder dat kom je daar gewoon niet. Nou, softwarematige ondersteuning. In het verleden was het zo dat je delen had die softwarematig worden ondersteund. Het idee is dat dit meer integraal gebeurt. Nou, als we het hebben over meer integrale ondersteuning, dan hebben we het in feite over digitale data en het uitwisselen ervan. Nou, dat zijn zaken die goed te beheren zijn en goed rekening mee te houden.
Nou, herleidbaarheid, dat is een belangrijke, dat is een eis. Dus er moet ook wel iets van databeheer zijn. Omdat het stukje herleidbaarheid ook werkelijk aangetoond moet kunnen worden. Hè? Welke gegevens zijn er gebruikt, welke stappen zijn er gemaakt en hoe is het proces verlopen. Er zijn twee punten die ik daar nog nader op in wil gaan. Het iteratieve proces, hebben we vanochtend ook al mee bekeken. En de hoeveelheid data. Als eerste het iteratieve proces, zoals vanochtend ook al aangegeven. We hebben sowieso drie toetslagen, of drie verschillende toetsen. De eenvoudige toets, de gedetailleerde toets, die is ook nog eens een keertje per vak of per traject en de toets op maat. Dus dat zijn al verschillende niveaus qua toetsen. En dat kan voor verschillende toetsporen. Maar die verschillende niveaus hebben ook nog eens een keertje bepaalde kenmerken met betrekking tot de methodiek en de gegevens die je daar gebruikt. Bij de eenvoudige toets is dat meer globaal en grof. En de methodieken zijn vrij eenvoudig. En gaat dat meer richting gedetailleerde toets en toets op maat, dan wordt er veel scherper naar gekeken. Dus ook mogelijkwijs meer gegevens nodig om het te kunnen onderbouwen. En het kan ook veel complexer zijn. Dus daar heb je ook gewoon voor de onderbouwing veel meer gegevens nodig. Nou, dat is wel van belang om dat in de achterhoofd te houden. Dat afhankelijk van hoe ver je bent en hoe, op welk niveau je qua toetsen zit, dat die gegevens dus anders zullen zijn en mogelijkwijs meer vergen van je datavoorziening. Iteratief proces kom ik zo meteen meerdere keren nog op terug. Hè. Ik laat het nu zien in deze drie toetsstappen, maar het iteratieve komt nog op verschillende plekken voor. En die zal ik ook wel nog eens een keertje bespreken, hoe je daar dan of hoe je daar rekening mee kan houden. Die dingen misschien handiger. Dan wil ik iets zeggen over de hoeveelheid gegevens en ook het hele proces van het toetsen. Nou, bij de toetsing, als proces heb ik dat hier in het midden gezet, heb je verschillende gegevens nodig. En er worden ook heel veel documenten beschikbaar gesteld. Ik heb geprobeerd in één plaatje in een schema te zetten. We hebben natuurlijk primaire keringen die allemaal getoetst moeten worden. We hebben iets van normering die per traject anders kan zijn. We hebben het instrumentarium waar in feite zowel het proces als de inhoudelijke zaken beschreven staat van hoe je de beoordeling moet doorlopen. We hebben per toetspoor, in principe per doorsnede of vak, hebben we beoordelingscriteria die daarin gaan. We hebben die hydraulische belastinggegevens die we per toetspoor en per doorsnede moeten bepalen. We hebben de sterkte van de kering, over die hele traject, maar heb je per toetspoor, per dwarsversnede, zou je die moeten specificeren, moeten schematiseren als invoer. Daar ga je toetsing in en dan kom je tot een toetsoordeel. Nou, dat geheel gaat nog eens een keertje iteratief, hè? Afhankelijk van hoe je de beoordeling of het toetsoordeel analyseert en hoe je dat bepaalt. Heb je dat allemaal gedaan voor de verschillende toetsporen en de verschillende trajecten, dan kom je tot een veiligheidsoordeel. Nou, dat is in feite het hele speelveld van dit hele proces zou met de datavoorziening of het datamanagement op een bepaalde manier georganiseerd of gedekt moeten worden. En als we dan kijken naar die toetsporen, we hebben het vanochtend al over gehad, hè, verschillende toetsporen gebaseerd op faalmechanismen. Dat hoeven we niet helemaal te behandelen, maar dit is in feite de faalboom van de waterkering. Dus dit zijn allemaal faalmechanismen die kunnen leiden tot het falen van de waterkering en waar dus op beoordeeld moet worden of er sprake is van dergelijke falen. Nou, al die verschillende faalmechanismen die hebben bepaalde gegevens nodig. Nou, al die gegevens, dat is in feite de input en ook daarna de output van die hele exercitie en die zou op een bepaalde manier in de informatievoorziening of in het informatiemanagement meegenomen moeten worden. Zetten we dat in een tabel, dan zie je ook dat er afhankelijk van de type kering, dat daar meerdere toetsporen bij horen. Dus dat je ook afhankelijk van je kering, dat je verschillende gegevens daarbij kan hebben. Dat is een hele lijst.
lijst loopt nog door. Met name bij de, ja, wat is het, de indirecte mechanismen zie je dat daar bij verschillende type keringen verschillende kruisjes staan. Die kunnen daar dus daar sprake van zijn. We hebben ook nog eens een keertje per toetspoor verschillende toetsen. Hè? Want ik net aangaf, je hebt eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat. Toets op maat staat hier niet aangegeven, maar die is in feite bij alle toetsporen aanwezig. Nou, bij sommige toetsporen is er wel een eenvoudige toets. Bij andere toetsporen is dat weer niet het geval. En datzelfde geldt voor de gedetailleerde toets. Dus daar is ook nog eens een keertje onderscheid in. Afhankelijk van het toetspoor heb je te maken met verschillende toetsen. Dat zijn wel zaken ook nog eens een keertje om in het, die datavoorziening rekening mee te houden. Hoe krijg ik deze gegevens op een gestructureerde manier beheerd bij, of tijdens de beoordeling en ook daarna. Nog een pagina, dus twee pagina's allemaal alleen met toetsporen om alleen aan te geven wat voor toetsen er zijn. Dat geeft al eens aan wat de omvang is van de klus. Hetzelfde plaatje, hier nog eens een keertje. Enigszins in 3D of in ieder geval in laag aangegeven om hoeveel gegevens dat dan per toetsing dat gaat. Hè. Dus per traject en per toetspoor, dat zijn de verschillende lagen die we aangeven, heb je verschillende gegevens, verschillende toetsen. En daar binnen de toets heb je ook nog eens een keertje de eenvoudige toets, gedetailleerde toets en toets op maat, ook verschillende gegevens. Dat is dan in zijn geheel de gegevens die dan beheerd moeten worden. Zowel de input, de beoordelingscriteria, hydraulische belastingen en schematiseringen, als zijn toetsoordeel. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt wat de noodzaak is van goede datavoorziening. Het iteratief proces zorgt voor een goede databeheer, een versiebeheer van de gegevens die er gebruikt zijn. Ook het proces daar naartoe en de grote hoeveelheid data. Verschillende toetsporen, verschillende toetsen die er aanwezig zijn, geef ook wel aan van met een grote bak aan gegevens en uitkomsten. Heb je iets aan datavoorziening nodig om dat goed op te slaan en er later ook weer wijs uit te kunnen worden. Dus het structureren van zowel die processen als de data en de gegevens is noodzakelijk. Dat als eerste. Nu de eisen en data vanuit datamanagement. Vanuit het instrumentarium zelf hebben we niet zozeer eisen, maar zijn er bepaalde aspecten die wel handig kunnen zijn om op die manier op te zetten. Dus ik zal daar ingaan op bijvoorbeeld gegevensstructuur en dergelijke. Dat zijn zaken die wel handig zijn om bij je datavoorziening om daar rekening mee te houden. Zo is het in het instrumentarium opgezet en sluit daar dan op aan. Eerst die ruimtelijke gegevens, vanochtend ook al aangegeven. Heel veel gegevens zijn in feite geo, hè, ruimtelijk. In het verleden was het zo dat we de berekeningen worden in doorsneden uitgerekend. Dat alle gegevens eigenlijk als doorsneden verzameld werden en ook opgeslagen werden. Wat is daar dan het nadeel van? Hè? Dus in principe heb je... Verkeerde knop, sorry. Verschillende locaties, daarin zijn alle gegevens verzameld om bijvoorbeeld een bepaald toetspoor te beoordelen. Ja, dus heb je hier twee locaties, of drie locaties moet ik aangeven. Wordt er een nieuwe locatie bepaald, hè, omdat er hier iets speciaals is of dat we daar nog nader willen bekijken, ja, dan zijn die gegevens niet beschikbaar en zouden die opnieuw bepaald moeten worden. Terwijl als we weten dat die gegevens in feite ruimtelijk aanwezig zijn en die ook dus een ruimtelijk component hebben, kunnen we die gegevens ook gewoon combineren vanuit de bestaande gegevens met andere gegevens. Dat is in feite de tweede situatie. Hè. Dus we hebben bepaalde gegevens die ruimtelijk bepaald zijn, hè, dus die in feite geldig zijn voor de verschillende gebieden. In dit geval bijvoorbeeld zo'n groen gebied en in dit geval een oranje gebied waar je gegevens van toepassing zijn. En willen we bijvoorbeeld in dat geval op een nieuwe locatie een doorsnede berekening kunnen maken, dan hoeven we alleen maar de gegevens die hier van toepassing zijn bij elkaar te verzamelen en die berekening uit te voeren. Dus het stukje gegevensbeheer door ruimtelijk om te gaan met die gegevens maakt het mogelijk dat je daar het
ten eerste wat meer de werkelijkheid benadert. En ten tweede ook makkelijker in je data beheren. En ook in je proces om met die gegevens ook andere activiteiten te kunnen doen. Het is ook mogelijk om een dergelijke ruimtelijke invulling van die gegevens, dat je specifieke gebieden nader specificeert of nader detailleert. Op die manier kan je elke keer je gegevens verrijken. Een deel van het ruimtelijke gebied kan je dieper op ingaan, meer gegevens verzamelen en nader specificeren. Zodat je meer trapsgewijs en gefaseerd je gegevens op orde kan krijgen. Dus je kan op deze manier ook van grof naar fijn werken. Dus eerst heb je vrij weinig gegevens die betrekking heeft op een vrij grote strekking. Heb je een bepaald gebied waar je wat specifiek moet kijken en meer gegevens hebt, dan zou je dat gebied apart kunnen beschouwen en ook apart kunnen schematiseren of apart nog nader van informatie voorzien. Nou, wat betreft de ruimtelijke gegevens, nou, de gegevensstructuur zoals het in WBI is opgebouwd, het instrumentarium is opgebouwd, daar maken we onderscheid in een viertal gegevens, eigenlijk een vijftal met de referentiegegevens erbij. Het gaat om de veld- en laboratoriumgegevens, maar ook inspectiegegevens, echt hetgeen wat je buiten meet of kan zien. De geschematiseerde gegevens. Met de geschematiseerde gegevens wordt bedoeld een schematisatie voor een bepaalde toetspoor of voor een bepaalde faalmechanisme. Daarin maak je dus al bepaalde keuzes of bepaalde interpretaties van je veld- en laboratoriumgegevens. Je maakt een vertaling naar hetgeen wat je wil toetsen of beoordelen. Dus daar zitten al keuzes in feite in en een bepaalde vertaling. Dus die gegevens zijn ook specifiek voor een bepaald toetspoor. Daar hebben we ook nog het toetsmodel invoer. De verschillende faalmechanismen of toetsporen kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Ik gaf net in het begin al aan, het kan met de eenvoudige toets, het kan met gedetailleerde toets, maar op de toets op maat kan je zelf je eigen beoordelingsmethode inbrengen. Al die gegevens of al die methodieken hebben een eigen databehoefte als het ware. Dus dat is wel het verschil tussen geschematiseerd. Dus geschematiseerd is voor een bepaald toetspoor en het model bepaalt uiteindelijk wat er in gaat. En dat kan nog specifieker zijn en het kan ook zijn dat die gegevens net op een andere manier bewerkt moeten worden. Wat daarboven ook nog staat zijn de referentiegegevens. En dat geeft in feite aan waar ligt de kering en hoe heb ik mijn vakindeling gemaakt. Dat al aangegeven, per toetspoor worden vakindelingen gemaakt. In feite maak je per vakindeling of een dwarsdoorsnede in je vakindeling, maak je een schematisatie. En dat gaat dan de invoer in. En uiteindelijk doe je daar de toetsing mee en levert dat een toetsoordeel op. Een toetsoordeel, of een hele reeks met toetsoordelen per toetspoor, levert dan weer je veiligheidsoordeel op. Dus onderin nog in plaatjes, in principe bijvoorbeeld boringen en sonderingen, dat zijn veldgegevens, maar ook bepaalde inspecties. Nou, die schematiseer je, in dit geval de ondergrond, bijvoorbeeld in verschillende ondergrondscenario's, of ook wijze ook gecombineerd met het stochastisch ondergrondmodel wat al beschikbaar is. Daar maak je in feite, je combineert al je gegevens, maak je in feite je invoer voor verschillende modellen voor, in dit geval macrostabiliteit. Je kan je ook voorstellen, als we de eenvoudige toets doen, dat betreft een geometrische toets, dan heb je niet zo'n ingewikkeld model, maar dan heb je veel minder gegevens nodig om te komen tot een beoordeling. Nou, in dit geval een glijvakberekening in een bepaald model. En daar komt de antwoord uit en die levert dan uiteindelijk je toetsoordeel op. Dit is even de... in principe het doorlopen van die gegevens, van veldgegevens, gegevens van buiten, schematisering naar toetsoordeel. Waar we ook nog anders naar kunnen kijken, is op deze manier. Dus die indeling, wat ik net aangaf op het hoogste niveau van het traject, waar je per toetsspoor, de verschillende toetssporen, dat zijn er een stuk of 25, 26,
moet beoordelen. Dus je deelt het dan op in per toetsprognoskeertje in vakken. En van die vakken heb je een bepaald representatief of bepaald profiel wat daarin maatgevend is. En dat is hetgeen wat je berekent. Dat levert een bepaald toetsresultaat op doorsteenniveau. Dat levert een vakoordeel op. En het vakoordeel levert dan weer een toetspooroordeel op, hè, al die vakken bij elkaar. En al die toetsporen bij elkaar levert dan een veiligheidsoordeel op. De tekst is een beetje verschoven. En dat gedeelte is dan weer het assembleren. Dus je haalt het in feite eerst uit elkaar. Hè. Dus het traject wat dan beoordeeld moet worden, moet opgedeeld worden in toetsporen, in vakken, in doorsneders. Doorsneders doen we vaak de berekeningen of de toetsing of het wel of niet voldoet. En dat komt, of die resultaten worden daarna weer samengevoegd om te komen tot het veiligheidsoordeel op trajectniveau. Dus het zijn allemaal verschillende manieren om die gegevens, waar we bij de beoordeling mee te maken hebben, hoe je die kan schematiseren of kan opsplitsen. En dat zijn manieren of methodes die je ook misschien bij je datamanagement en je databeheer gebruik van kan maken. Nou, we hebben voor de pauze hadden we een oefening gedaan van piping, van hoe ga je al die zaken in de juiste volgorde leggen. Daar is geen eenduidig antwoord voor. Je kan het op verschillende manieren doen. Nou, dit is een manier van hoe je dat zou kunnen doen. En ik wou deze even kort toelichten. Wat velen wel hebben gedaan is die referentiegegevens als eerste neerzetten, want dat bepaalt in feite waar je moet toetsen. Waar hebben we het in feite over? Welke gegevens moet ik dan bij elkaar halen? Als je je de ruimtelijke situatie kan voorstellen, dan weet je van die boringen, die sonderingen horen daar dan bij je, of die moet ik dan bij elkaar zetten. Hier is gekozen om bijvoorbeeld die referentiedwarsprofielen, de dwarsprofielen die bijvoorbeeld in zo'n track aanwezig zijn, om die als eerste te bepalen. Dat kan ook daarna. En op basis daarvan die vakindeling te bepalen. En dat is een eerste stap. Wat daarin ook mee kan spelen is dat je die hydraulische belasting, dat was geen kaartje die jullie hadden, maar in principe die hydraulische belasting, afhankelijk van de hydraulische belasting die in een traject gegeven is, kan je daar ook je vakindeling mee bepalen, of althans mede bepalen. Daar ga ik een knip neerzetten of niet. Nou, dan ga ik eerst even naar het onderste gedeelte, dat dissolmodel wat hier staat, met die lokale grondopbouw. Dat kunnen we eigenlijk zien als een afzonderlijk iets. Met de lokale grondopbouw en mogelijkwijs in combinatie met het stochastisch ondergrondmodel, kan je een bepaalde lokale grondopbouw realiseren die qua vakindeling anders kan zijn dan hetgeen voor je toetspoor. Binnen het instrumentarium hebben we die strekkingen segmenten genoemd, dus ondergrondsegmenten, waarbij daar binnen een segment de grondopbouw en de grondschematisatie eigenlijk waren, homogeen zoals het ware, of althans gelijk wordt verondersteld. Nou, binnen dat stukje ondergrondschematisatie in die grondopbouw kan je dan de verschillende watervoerende lagen bepalen en daarna ook de eigenschappen per laag. En dat tezamen met die vakindeling en de maatgevende hoogtegeometrieën kan je een ondergrondschematisatie maken waarbij je op basis daarvan weer de intreepunt en de uittreepunt kan bepalen. Want de intreepunt en uitgangspunt kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn of er wel of geen deklaag in je voorland aanwezig is. Of dat er een deklaag aanwezig is of sloot aanwezig is. Hè. Dat bepaalt in feite de geometrie. Wat de uittreepunt betreft. Met de intreepunt en uitgangspunt kunnen ook de waterspanningen worden geschematiseerd. Dus daar komen waar de water ingaat en waar het water uitgaat. Heeft effect op de waterspanningen die daar wel of niet aanwezig zijn. Nou, je kunt je voorstellen als intreepunt, ik noem maar wat, 20 meter verder ligt omdat er een bepaalde deklaag aanwezig is in het voorland. Dan zullen de waterspanningen ter plaatse van de sloot of ter plaatse van de uitreepunt zullen anders zijn dan als er geen deklaag aanwezig is in het voorland. Met die waterspanningen kan je één schematisatie realiseren voor piping en kan je een berekening uitvoeren.
En één schematisatie, omdat we bijvoorbeeld voor de ondergrond met verschillende ondergrondscenario's werken, betekent dus dat we voor elk ondergrond verschillende scenario's kunnen realiseren en ook verschillende schematisaties. Maar dat geldt niet alleen voor de ondergrond, maar het kan best ook zijn dat je bijvoorbeeld voor de intreepunt, daar waar je bijvoorbeeld een voorland aanwezig hebt, maar niet zeker weet of de voorland geheel dekkend is, kan je ook een bepaalde scenario inbrengen. Bijvoorbeeld zeg je van, nou ja, ik weet niet helemaal zeker of de voorland geheel afsluitend zou zijn. Ik schat in 50% van wel en 50% van niet. Ja, dan krijg je daar al twee scenario's met 50% waarbij er wel een voorland aanwezig is en 50% met er geen voorland aanwezig is. En waar je dan de intreepunt te plaatsen van bijvoorbeeld je buitenteen neerzet in de berekening. Nou, al die schematisaties kan je een berekening voor uitvoeren en die schematisaties gecombineerd, dus die scenario's gecombineerd met een bepaalde kans voor voorkomen, levert uiteindelijk je toetsresultaat. Nou, het resultaat, dat zou je dan moeten beoordelen of dat conform je verwachting is, of conform hetgeen wat je buiten ook ziet qua inspectie en qua, als keringbeheerder, wat je daar onder dagelijkse omstandigheden ziet, of misschien wel tijdens hoogwater. En dan zou je nog eens een keertje terug kunnen gaan naar een bepaalde plek van, nou, bepaalde zaken ben ik toch niet helemaal zeker van, of bepaalde zaken wil ik wat specifieker onderzoeken. Bijvoorbeeld bepaalde laageigenschappen wil ik wat nader onderzoeken, of de laagopbouw wil ik, of denk ik dat ik bepaalde dingen kan uitsluiten of kan verfijnen. Zo zou dat, op deze manier zou dat ingevuld kunnen worden. Wat ik net ook aangaf, hè, wat jullie vanochtend hebben gedaan, de wijze waar jullie bijvoorbeeld de lussen zien, de iteraties zien, of hoe jullie tot bepaalde gegevens komen, of bepaalde schematisaties komen. Dat is ook gewoon mogelijk, maar net afhankelijk van hoe jullie de gegevens hebben georganiseerd. Dit nog in combinatie hetzelfde, dit gaat ook over de ondergrond, maar ook voor piping, van welke gegevens daarbij betrokken zijn. We hebben net al die gegevens gezien achter elkaar. We hebben... Verschillende gegevens worden op bepaalde plekken behandeld. De ondergrondgegevens, dat geeft dit plaatje in feite aan, behandelt een aantal zaken. Die sommelder behandelt een aantal zaken. Bijvoorbeeld hoe je van je globale SOS, met je globale SOS en de lokale gegevens, komt tot een lokale stochastische ondergrondmodel. En hoe je op basis van je lokale grondgegevens, bijvoorbeeld labproeven of veldproeven, in combinatie met je grondeigenschappen komt tot een volledige ondergrondschematisatie, dus laagopbouw, inclusief eigenschappen, maar ook bijvoorbeeld je doorlatende lagen. Nou, daar zijn ook verschillende hulpmiddelen voor, bijvoorbeeld zo'n handleiding SOS, die behandelt bijvoorbeeld hoe je dergelijke zaken kunt combineren, welke afwegingen daarin zijn. En bijvoorbeeld voor de eigenschappen, daar zijn weer de schematiseringshandleidingen in. En bijvoorbeeld bij piping is dat de schematiseringshandleidingen piping. Dus daar haal je de verschillende gegevens vandaan. En ook de verschillende informatie en toelichting als het ware van hoe je tot dergelijke schematisatie komt. Nou, waarom zeg ik dit? Hè? Al deze zaken, deze stappen, hoe je met die handleidingen, met die instructies komt tot tussenresultaat of je eindresultaat, je lokale ondergrondschematisatie. Dat zijn ook zaken die op een bepaalde manier vastgelegd moeten worden. Ik kan je voorstellen, als dit volgens de handleiding wordt opgezet als lokale SOS op basis van je globale SOS en je lokale gegevens, dan kan je daar eenvoudig naar verwijzen. Wijk je daarvan af, dan moet je bijvoorbeeld voor de herleidbaarheid toch iets zeggen over waar je dan bent afgeweken en waarom je bent afgeweken van die handleidingen. Dus dat is wel van belang om te weten van, het gaat niet alleen om data, maar het gaat ook om het proces daar naartoe. Nou, om welke gegevens welke hulpmiddelen heb je daarbij? We hebben net al die schema's gezien. Nou, je kan je voorstellen dat daar overal gegevens bij horen en ook bepaalde processen en handleiding. Nou, daar zijn er drie van. We hebben per toetspoor een parameterlijst, het aangeven van
welke parameters zijn er van belang, zowel bij de eenvoudige toetspoor en de gedetailleerde toetspoor. Voor toetsen op maat, dat is vrij, daar is geen standaard parameterlijst voor. In de schematiseringshandleidingen staat dus aangegeven van hoe je dus van die gegevens tot een schematisatie kan komen. Er staan aanwijzingen en tips bij hoe je dat dan doet of hoe je dat zou kunnen doen. En er zijn ook nog factsheets beschikbaar voor de dataspecialisten. Daarin wordt aangegeven, dat is ook een beetje wat ik vandaag hier probeer te doen, het raakvlak tussen de gegevens die beschikbaar zijn en databeheer. Van, waar komen die gegevens vandaan en waar zou je op moeten letten? Daar zijn factsheets voor per toetsporen waar je op kan letten. En die gegevens, alle drie de gegevensbronnen, noem ik maar even, die staan op de helpdesk water. Dan wil ik nog het werkproces in het grote geheel aangeven. We hadden net een datastroom als het ware van gegevens verzamelen, hè? Dus de meetgegevens buiten het schematiseren, berekenen, het analyseren. Binnen het instrumentarium zijn er verschillende in principe documenten voor om je daarin te helpen. Nou, wat ik net hier bijvoorbeeld aangaf, bij dataverzamelen heb je dus parameterlijsten die je daarbij helpen en allerlei protocollen. Ik kan je voorstellen, voor sonderingen en boringen zijn er gewoon NEN-normen die je daar in kan helpen of waar je naar kan verwijzen voor het stukje onderbouwing, hoe je dat hebt gedaan. Voor het schematiseren, de schematiseringshandleiding, wat ik net al aangaf. Dat geldt niet alleen voor aan de sterktekant, hè, dus hoe de waterkering eruit ziet, maar bijvoorbeeld ook voor de hydraulische belastingen. We moeten niet vergeten dat we bij het schematiseren ook, behalve om de kering, ook om de hydraulische belastingen die daarop staan. Daar moet ook vaak een stukje geschematiseerd worden. Welke software je daarbij hebt en welke bestandsformaten je daarbij nodig hebt, die zijn ook beschreven. Die kun je daar dan in vinden. Heb je daarin de modelinvoer, hoe je die berekeningen dan uit moet voeren. Deels wordt dat ondersteund met software, maar voor heel veel toetsporen geldt dat het eigenlijk beschreven staat hoe je een dergelijke toetsing moet lopen in bijlage 2, hydraulische belastingen, en bijlage 3 voor de sterkte van je waterkering. Dat per toetspoor aangeven hoe je tot de beoordeling kan komen. Nou, daar onderliggend heb je allerlei formulebladen of modelbeschrijvingen van hoe qua achtergrond hoe dat dan in elkaar zit. Uiteindelijk heb je een bepaald rekenresultaat en dan kan er bekeken worden of geanalyseerd worden of het resultaat conform verwachtingen is en of je bijvoorbeeld kan stoppen. Dan wel nog door moet gaan en eigenlijk dan weer terug moet gaan naar een van de stappen die hiervoor zijn gemaakt. Kom ik zo meteen, of kom ik hier direct op. Ik heb een vraag. Ja. Bij de generale repetitie liepen we tegenaan, hè? De zetel is er beschreven. Maar waar we tegenaan liepen is dat het is wel beschreven in tekst, maar er zijn geen lege bestanden of voorbeeldbestanden met een dataformat erin. Hè. Moet, op een gegeven moment moet je achter de komma aanvullen, aangeven van dat is, heeft precisie 2 of precisie 7. En het verschil in precisie 2 en 7 maakt of je data wel of niet geaccepteerd wordt door inputs. Daar liepen we tegenaan. Dus mijn vraag is, zijn die dataformats, hè, die inputs nodig heeft, zijn daar inmiddels lege bestanden van, zodat we die kunnen gebruiken om onze data ook daadwerkelijk mee te gaan vullen. En rekening te houden in onze GIS-bestanden of Excel-formats en noem maar op. Dat is een goede vraag. Volgens mij zijn er wel voorbeelden daarvan, maar of ze zo specifiek, hè, dus ook ingevuld zijn zodat je ziet hoe bijvoorbeeld een getal gedefinieerd is, dat weet ik niet. Dat betwijfel ik ook. Maar het is zeker een vraag om bijvoorbeeld ook te stellen aan de helpdesk, of ze je daarin kunnen helpen. Er worden dus met installatie worden wel bestanden meegeleverd als een soort tutorial om te bekijken. Maar volgens mij niet zo specifiek van dit zijn alle regels waar de betreffende getalswaarde aan moet voldoen. Maar als dat speelt, leg dat inderdaad voor als dat van belang is. Volgens mij waren er inderdaad
wel bestanden vlak na de afsluiting van de generale repetitie waarin bestand opgeleverd. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken of inderdaad zulke details in de machine staat. Oh, dat is een vraag die we dan naar zijn. Dus, ja, nou, als dus heel veel dingen zijn beschreven. Het kan best wel zijn dat ze in onvoldoende detail voor bijvoorbeeld het stukje databeheer of datavoorziening beschikbaar zijn. En waar jullie dan mee worstelen, kan ik me goed voorstellen. Dus stel dergelijke vragen. Want het idee blijft inderdaad van het stukje beoordelen, dat is hetgeen wat we zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. Alleen hoe jullie dus je stukje datavoorziening en datamanagement inrichten, ja, daar zijn jullie vrij in. En hoe dan het instrumentarium daarop aansluit, kan best zo zijn dat dat niet op alle plekken perfect op elkaar aansluit. Ook even over het iteratief werkproces hebben. Even het proces beschreven. Ik heb wel overal een klein beetje aangegeven, nou ja, dan zou je op die plekken terug moeten gaan of nog scherper de toetsing in kunnen gaan. Ook aangeven van misschien een andere toets of misschien andere gegevens. Hier nog eens een keertje datastroom van gegevensverzameling, schematiseren, model vullen, toets uitvoer. Het kan best zo zijn dat je in verschillende processen, dat je daarom merkt van, ik mis eigenlijk gegevens. Of ik kan bepaalde gegevens, om tot een bepaald niveau te komen van mijn toetsgegevens, staat een bepaalde aanvullende gegevens nodig. Of heb ik meer gegevens nodig om bepaalde zaken te kunnen onderbouwen. Nou, dan worden weer nieuwe gegevens verzameld, hè, en dan krijg je aanvullende gegevens, levert weer een aanvullende of verbeterde verfijnde schematisatie die gaan dan weer de modellen in en zullen waarschijnlijk of hopelijk een scherper resultaat opleveren. Nou, dat gaat door tot op het moment dat je zegt van nu is het voldoende scherp of nu verandert er niks meer aan mijn toetsoordeel. Totdat je op dat punt bent, kan het best zo zijn dat je per toetspoor en per vak een paar keer het schemaatje doorloopt, dat iteratieve, dus hoe kom je uiteindelijk tot je eindresultaat, misschien 3 keer zo'n loop doorlopen, of misschien wel 5 keer zo'n loop doorlopen, dat zijn wel allemaal zaken die je voor de herleidbaarheid ook in je datamanagement, in je databeheer, rekening mee moet houden. En hoe ga ik dat dan onderbouwen? Hoe ga ik al die gegevens opslaan, of in ieder geval zodanig herleidbaar maken, dat ik weet van dit zijn de stappen geweest, dit zijn de gegevens die ik daarvoor heb gebruikt en op deze manier ben ik gekomen tot mijn eindoordeel. Dus dat is wel iets wat om bij de inrichting daarvan rekening mee te houden. Maar is het daadwerkelijk nodig dat je alle tussenproducten bewaart of moet kunnen herleiden op het moment dat je verderop in het proces zegt: oh, maar dan heb ik meer gegevens nodig. Die gegevens ga je inwinnen. Mm-hmm. Die zitten dan in je kernregistratie. En vanuit de kernregistratie kom je wel inderdaad gewoon tot je resultaat. Ja, dat kan. Volgens mij hoeft niet alles op te slaan, maar het kan best zo zijn dat daarin een cruciaal besluit wordt genomen of een bepaalde onderbouwing wordt gedaan. Die je wel in je beoordeling, als onderbouwing van je beoordeling, moet meenemen. Het hoeft niet alles te zijn, maar het kan best zo zijn dat wel. Het is niet zomaar schappen van, ik heb 3 keer de iteratie doorlopen, ik bewaar de laatste, en dan ben ik veilig. De stappen, de keuzes die je daarvoor hebt gemaakt, kunnen in feite je oordeel onderbouwen. Ja, maar uiteindelijk inderdaad. Als je op basis van zo'n eerdere iteratie een andere keuze maakt, dan zeg ik ja, dat is wel inderdaad belangrijk. Het kan volgens mij dan inderdaad genoeg zijn om inderdaad die keuze te doen. Ja. En dat je die tussenproducten inderdaad niet hoeft te bewaren. Om ervoor te zorgen dat je niet verdwaalt in de hoeveelheid aan gegevens. Precies, maar daar moet je dus slim over nadenken van wat bewaar ik wel en wat bewaar ik niet. Wat ik in ieder geval wil aangeven.
Het is een iteratief proces. Daarin worden keuzes gemaakt. Je loopt een bepaald proces door. Niet alles hoeft inderdaad uiteindelijk relevant of onderbouwend te zijn voor het toetsoordeel. Maar het kan het wel. Bepaalde keuzes, hoe je daartoe gekomen bent, kunnen een onderbouwing zijn. En dus noodzakelijk voor de herleidbaarheid van je eindresultaat. Hoe je daartoe gekomen bent. Inderdaad, zeker met bijvoorbeeld de veldgegevens, als je daar die gegevens hebt aangevuld en je gaat daarmee verder, je komt tot bepaalde schematisatie, is het logisch om niet apart het setje veldgegevens te bewaren wat je als eerste hebt gebruikt. Maar stel je dat je bij een schematisatie een andere inschatting maakt, hè, dus dat je in principe op basis van dezelfde gegevens en op het rekenresultaat, zeg van dat rekenresultaat, dat geloof ik allemaal niet, dat zit... Het is zo ver weg van wat we in de werkelijkheid buiten zien. Het kan best zo zijn dat je bij de schematisatie zelf een andere keuze maakt. Van in dit getal, dat levert namelijk een bepaald toetsresultaat op. Dat geloof ik niet. Dat kan nooit zo slecht zijn dat je die op basis daarvan verandert. Nou, een dergelijke keuze is wel van belang om die op die manier te onderbouwen. Je gegevensset is dan niet anders, maar op een bepaalde manier heb je dus een andere inschatting gemaakt bij het schematiseren dan dat je eerst hebt gemaakt op basis van je eerste rekenresultaten. En al die stappen kunnen dus dan van belang zijn. Je komt er niet echt meer mee weg om te zeggen van dit is een bak met gegevens wat we hebben gebruikt. Dit is uiteindelijk het rekenresultaat en dat is dan onze onderbouwing. Daar moet meer achter zitten dan dat. Hoe ver moet een adviesbewerking of toetsresultaten ook bewaard en gedocumenteerd worden? Bijvoorbeeld als je komt tot het dwarsprofiel en hoe ver moet het allemaal ook beschreven worden, het hele proces, hoe je heeft dat Ik denk dat inhoudelijk dat niet zo interessant is, hè, van hoe je bepaalde gistbewerkingen hebt gedaan, maar ik kan me voorstellen dat voor voor bewerkingen in de toekomst of voor processen of activiteiten in de toekomst, dat het handig is dat je weet van hoe een dergelijk proces bij het beoordeling is opgezet. Maar of dat inderdaad voor... Dat is wel intern, oké? Dat is intern, ja, inderdaad. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt van bij een beoordeling hebben wij het dwarsprofiel op deze manier bepaald. Hè? Bijvoorbeeld uit verschillende bronnen. Voor je hoogtegeometrie AN, voor je sloot misschien een interne legger of iets dergelijks. En die hebben we op een bepaalde manier gecombineerd. En dat je dat bij de beoordeling hebt vastgelegd. En dat je dan later bij zorgplicht of een ander proces, of misschien voor je vergunningverlening, zegt van als wij profielen bepalen, dat we dat elke keer op dezelfde manier doen. Dat we dan niet daar weer opnieuw bedenken van we gaan de andere bronnen gebruiken of wij gaan daar andere bewerkingen mee doen. Maar voor onderbouwing van je beoordeling is het volgens mij niet nodig om al die tussenstappen te bewaren. Zeg wel, de data die je gebruikt voor de toetsing, die zijn wel in de vriezen. Het kan zijn dat je aan de voorkant een kopietje maakt van je data. En natuurlijk ben je aan het itereren met je data, die verrijkte data moet je ook terugbrengen naar je bron. Maar dat complete datasetje moet je eigenlijk gewoon bewaren. Op het moment dat je over 5, 6 jaar zegt van nu zijn we met de vierde toetsing bezig, kun je zeggen van hey, ik heb een totaal andere uitkomst. Heeft dat in de data gezeten? Dat je in ieder geval op dat moment ook weer een som terug kunt maken van hey, hoe hebben we dat toen gedaan? Hebben we daar ergens een foutje gemaakt bij de schematisering? Je ziet wel de data die toen gebruikt is, ook gewoon ter beschikking hebt. Ja. Als je gewoon zegt van ik laat dat gewoon in de bron en inmiddels is er iets veranderd, dan kun je nooit diezelfde som meer maken. Nee, oké, maar je kan wel aangeven bijvoorbeeld als het allemaal in één grote bron zegt, dat je bijvoorbeeld voor de herleidbaarheid aangeeft van voor het schematiseren heb ik die en die en die gegevens uit de bron gebruikt. En dat die gegevens in de bron later zijn uitgebreid, of dat daar meer gegevens in zit, dat kan gewoon. Maar wat dan niet handig is, als een bepaalde bron verwijderd wordt, dan zou je beoordeling, dan mis je in ieder geval een stukje gegevens uit je beoordeling. Of je dat helemaal moet bevriezen,
Dat is het stukje hoe, waar jullie in feite binnen jullie waterschap over na moeten denken van, hoe ga ik dat inrichten? Dus dergelijke reacties van, hoe ga je daar dan mee om? Of zo zou ik het dan inrichten. Dat is in feite ook wat ik wil bereiken. Ik geef aan van, dit is wat we vanuit de beoordeling nodig hebben. En voor jullie is het dan de zaak om van, als we dit en dit nodig hebben en dit de aandachtspunten zijn, dan gaan we het op die manier inrichten. En dat is ook een beetje het huiswerk voor volgende keren, voor piping en macrostabiliteit. Nou, daar heb je bepaalde gegevens nodig. Hier worden een aantal aandachtspunten gegeven van zo zit het in elkaar. En dan is het aan jullie van hoe gaan we dat dan inrichten? Hoe gaan we al die zaken dan organiseren? Of in ieder geval de aandachtspunten afdekken, als het ware. Dus dat is de mindset. Ga ik even verder. Waar we ook rekening mee moeten houden is dat er schematiseringssoftware is. Voor de ondergrond is het wel duidelijk. Daar is schematiseringssoftware, dus daar moet dan op een bepaalde manier gebruik van gemaakt worden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor duinen. Daar is Morphon voor beschikbaar, dus gebruik dat dan ook. Voor andere toetsporen is er niet iets van schematiseringssoftware beschikbaar. Dus die gegevens moeten dan ergens, waarschijnlijk dus in het... in de dataverziening, in het systeem, opgeslagen worden op een bepaalde manier. Dus op een bepaalde manier gestructureerd worden opgeslagen. Nou, voor toetssoftware hebben we ringtoets waar een deel in zit. We hebben de verschillende basismodules waar de verschillende toetsporen berekeningen mee uitgevoerd kunnen worden. Alleen er is geen integraal of overal databeheer waar al die gegevens samenkomen. Wat ik bijvoorbeeld vanochtend al aangaf, macrostabiliteit. Voor de verschillende scenario's moet er een berekening worden uitgevoerd. Dat levert verschillende bestanden op per scenario. En voor één dwarsnede gelden er meerdere scenario's mogelijkerwijs. Nou, die moet je bij elkaar zien te houden of zien te beheren. Dat behoort dan tot een setje. En dat wordt dan niet door de software als het ware ondersteund. Dat moet je zelf als keringbeheerder zien te organiseren. Dat dat bij elkaar blijft. En dat je weet dat dat een setje is. Ook als we nog eens een keertje een paar iteratieslagen overheen gaan. Hoe hou je dat dan nog bij? Hoe doe je dat stukje versiebeheer? En als laatste is er nog een assemblage toe waar alle gegevens samenkomen. Wat we net ook aangaven bij ringtoets. Daar moeten ook alle resultaten van de toetsporen die niet softwarematig worden ondersteund binnen ringtoets. Daar moeten de gegevens in, zodat ze weer verder kunnen naar bijvoorbeeld het veiligheidsportaal en naar de rapportage. Nou, het stukje iteratie, hoe dat dan bijvoorbeeld met de ondergrond gaat. Hè? Wat ik net bijvoorbeeld aangaf, je hebt een globale ondergrond, stochastische ondergrondschematisering, die we voor heel Nederland hebben. De lokale gegevens, nou, die combinatie levert een bepaalde ondergrond op. Samen met bijvoorbeeld de grondeigenschappen. En daar kan je dan een bepaalde berekening mee uitvoeren. Is die berekening goed, dan kan er een toetsoordeel voor dat stukje bepaald worden. Nou, dan bepaal je dat voor alle stukjes, voor alle toetsporen en dan ben je er. Is het resultaat toch onbevredigend of kan je aanscherpen of moet je aanscherpen omdat het onvoldoende is bijvoorbeeld... Dan heb je waarschijnlijk extra grondonderzoek nodig of de schematisatie moet aangepast worden. Dus dat zijn zaken die van belang zijn om toch elke keer in je datavoorziening of in je organisatie als het ware mee te nemen. Vanochtend ook over gehad over het stukje databehoefte. Hè? Want we hebben inderdaad in het verleden heel vaak de vraag gehad van wat is die databehoefte dan? Hè? Ik wilde van tevoren weten van... Hoeveel gegevens hebben we nou nodig per 100 meter? Dan kunnen we dat gewoon allemaal invullen per 100 meter. En dan kunnen we daar de beoordeling op doen. En dan zijn we klaar. Nou, zo werkt het dus niet, wat we net al hadden aangegeven. Je hebt verschillende toetsingen. Je hebt verschillende toetsporen waar je een verschillende vakindeling kan hebben. Die je op een later moment in een andere, meer gedetailleerde toets weer kan verfijnen. En ook afhankelijk van je lokale situatie... heb je een bepaalde set gegevens nodig. Hè? Een plek waar de ondergrond bijvoorbeeld heel of relatief homogeen is, heb je minder gegevens nodig dan bijvoorbeeld als je in een rivierengebied zit, waar het behoorlijk varieert
per kilometer. Daar heb je veel meer gegevens voor nodig. Dus afhankelijk van de situatie en de wijze van waar je in de toetsing zit, heb je bepaalde gegevens nodig. En op basis vanuit de inhoud zal je die gegevens aan moeten vullen. En je stukje datavoorziening of je datamanagement moet daarop ingericht zijn. Hè. Hoe krijg ik elke keer die nieuwe gegevens in, het iteratief proces erin, zonder dat ik op een gegeven moment niet meer weet wat waar vandaan komt en wat waar op gebaseerd is. Dat geldt niet alleen voor het beoordelen. In het plaatje worden twee loops binnen de waterveiligheid aangegeven. Je hebt een stukje, hier heet het dan nog toetsen en verbeteren, dus beoordelen en verbeteren, of versterken. En het onderhoud in inspectie, meer het zorgplicht. Die gegevens wil je in feite ook elke keer her kunnen gebruiken. Die kering die daar buiten ligt, blijft natuurlijk de kering. Maar in verschillende processen wil je de gegevens eigenlijk kunnen verrijken en opnieuw bij een volgende toetsronde of bijvoorbeeld een volgende versterking weer kunnen hergebruiken. Dus dat iteratieve zit niet alleen in het beoordelingsproces, maar ook als het ware qua waterveiligheidscyclus ook groter dan dat. Dus in samenhang met het zorgplicht en de hele keten als het ware. Hoe zorg je dat binnen de beoordeling het iteratieve proces wordt ondersteund, maar ook daarbuiten voor je zorgplicht en je inspectie bijvoorbeeld. Nou, dan een stukje over herleidbaarheid, daar hebben we al eerder over gehad. Het gaat om twee dingen, het gaat om het stukje afweging dus binnen het proces, maar ook om de gegevens. En als we kijken naar de processtappen die er zijn, gaat het in feite om het schematiseren. Welke keuzes zijn daarin gemaakt op basis van de beschikbare veldgegevens? En bij het modelleren, hoe hebben we de modellen gevuld op basis van de schematisaties? Welke keuzes hebben we daarin gemaakt? En als we kijken naar het grotere cyclus, het grotere keten, niet alleen het beoordelen zelf, kijken ook van wat voor doel was er destijds bij het schematiseren en modelvullen. Was dat voor het beoordelen of was het meer voor het ontwerpen? Levert ook andere keuzes en andere stappen in die de herleidbaarheid of de ondersteuning van de herleidbaarheid moeten waarborgen. Binnen de beoordeling is er iets van rapportage en loggen, hè, dus het logboek. Nou, een deel zou terugkomen in het logboek. In veel van de software is er ruimte beschikbaar om gegevens op te slaan, maar dat is onvoldoende om volledig de logfunctie te vervullen. Je kan bij verschillende schematisaties kan je aangeven van nou, dit heb ik gedaan, of deze keuze heb ik gemaakt, of deze gegevens heb ik daarin gebruikt. Maar bij heel veel toetsporen zal het toch zo zijn dat je apart een bepaalde rapportage, maar ook daarin de logging van deze stappen heb ik doorlopen en deze gegevens heb ik daarin gebruikt. En op deze manier heb ik dat gebruikt. Dat zijn toch de zaken die naast de software ook beschikbaar gesteld moeten worden uiteindelijk bij het inleveren van de beoordeling. Moet ik nog over de gegevensuitwisseling hebben. We hebben vanochtend ook al gesproken, hè, verschillende software, verschillende inputformaten, verschillende gegevens die daaruit komen. Dat klopt, hè. Heel veel van die software hebben specifieke invoerformaten. Dat zijn nog niet echt standaard formaten. Maar het zijn wel formaten die vanuit het verleden gegroeid zijn. Nou, het voordeel daarvan is dat ze aansluiting hebben met software die in het verleden veel gebruikt werd. Of nu ook wel veel, nog steeds veel gebruikt worden. Zoals DAM, de D-series en de Hydra's. Dus dat is nu de situatie. Wat je ook veel ziet is dat er heel veel handmatig ingevoerd moet worden. Iemand vroeg in de architectuurplaat van nou ja, al die lijntjes, hè, is dat allemaal geautomatiseerd? Zijn er allemaal bestandsformaten voor? Nou, dat is in dit geval, of in ieder geval op dit moment nog niet het geval. Heel veel dingen moeten ook handmatig ingevoerd worden en ook dus in, handmatig beheerd worden. Er is ook niet echt tussen de verschillende modules sprake van uitwisseling. Het is zo, bijvoorbeeld bij een ringtoets, dat je bepaalde gegevens hebt berekend.
bijvoorbeeld die 1000 belastingen, dat ze soms zelfs gewoon handmatig weer in een ander programma ingeklopt moeten worden. En ja, dat maakt het proces, je data management en je datavoorziening nog niet helemaal optimaal. Maar we hopen in de toekomst daar in ieder geval op voorgesorteerd te zijn. We hebben dergelijke schema's. We weten, hè, als we die lijntjes dan kunnen vervangen bijvoorbeeld door een formaat of door bepaalde uitwisselingen, het liefst aansluitend op de standaarden die er zijn, dan zou dat proces wel beter kunnen lopen. Maar er zijn al wel, hè, dat zijn wel zaken die, waar jullie op voor kunnen sorteren. Dus al die zaken waar nu sprake is van, dat gebeurt handmatig, richt dat niet zodanig in dat 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 je denkt dat het in de toekomst ook handmatig is. We gaan wel de richting op dat bepaalde zaken toch wat meer gefaciliteerd gaat worden. Dan wel dat de module in ringtoets wordt ingebouwd, dan wel dat er uitwisselingsformaten komen die het liefst richting standaarden gaat. Het is nog niet in november dit jaar, maar dan heb je het over 2019 of als in de volgende toetsronde. Die planning is nog niet helemaal zeker, maar inderdaad 2019 is in ieder geval een moment waar er waarschijnlijk ook veel meer bij gaat komen. Maar ik hoop eigenlijk ook dat het tussentijds bijvoorbeeld voor de assemblage en dergelijke. Nu is het zo dat je de resultaten uit ringtoets, je was vrijdag bij, je handmatig in de assemblage tool moet kloppen. Ik hoop eigenlijk dat we eind van dit jaar dat in principe verbeterd hebben. Ja, voor dit jaar november. Daar gaat wel wat tijd overheen, ja, inderdaad. Maar deze heb ik niet teruggezien in prioriteringslijstjes. Voor de assemblage bedoel je? Of Die assemblage die zou in november opnieuw gereleased worden en dan in een ringtoetsomgeving. Ja, in ieder geval op een manier waar het waarschijnlijk net beter geregeld is dan dat nu is. Hebben, dat zijn al die handmatige overzettingen om iets in de ringtoets te krijgen vanuit een basis of vanuit een andere. Die stond, heb ik niet echt op de prioriteitenlijst van wat gaan we niet allemaal, nee. Er zullen een aantal modules dus naar ringtoets gaan, het is nog niet helemaal duidelijk hoe of wat. Dat klopt, hè? Dus dat stukje informatie ontbreekt nog. Maar in ieder geval wat ik wil meegeven, dus deels gaat dat wel gebeuren. Maar op lange termijn gaat dat zeker gebeuren, dat we veel meer dingen aan elkaar proberen te sluiten. Ook om dat stukje datavoorziening en datamanagement makkelijker te maken. Dus mijn punt is, hou daar rekening mee. Denk niet dat dit in beton gegoten is. Er zit behoorlijk wat beweging in. Ik geef ook meteen aan welke richting we op gaan. Het liefst hadden we dat alles al in standaarden beschikbaar zou zijn. Nou, zover zijn we niet gekomen. Maar die richting gaan we blijven doorwerken. Dus we proberen aan te sluiten, steeds meer, aan het informatiemodel waterveiligheid. Die vorig jaar of de jaar ervoor is opgesteld. We proberen ook de opslag, zoals die bijvoorbeeld in DAMO beschikbaar is, om daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Het zou best zijn dat er nu niet alles daarin kan, maar we hopen natuurlijk steeds meer dat een plek is waar je die gegevens op zou kunnen slaan. En hetzelfde geldt voor de basisregistraties. Het is nu zo dat er, we hebben het globale SOS, dat is een apart iets. We hebben natuurlijk heel veel boringssonderingen in de voorloper, Dino, maar later dus ook in die basisregistratie ondergrond. Dat dergelijke gegevensuitwisselingen veel soepeler met elkaar zullen verlopen. Maar het is wel zo dat er nu, op dit moment, dat nog niet aan de orde is. Maar we gaan die richting op, dus hou daar rekening mee. Dat is in feite de boodschap die ik wil meegeven. Nou, dat is een stukje eisen genoemd voor data en datamanagement, wat vanuit de inhoud gezien speelt binnen het instrumentarium en waar jullie qua datavoorziening en ook je datamanagement rekening mee kunnen houden. En dan een stukje over meervoudig gebruik van die gegevens. Want als je in je beoordeling die gegevens netjes op orde hebt, waar kan je dan nog meer die gegevens voor gebruiken en hoe kan je daar nu al op inspelen? Nou, heel kort, de verschillende stappen die je maakt om te komen tot een in principe een bepaalde beoordeling, een toetsing, beoordeling,
Die hebben bepaalde kenmerking met betrekking tot datagebruik of de data herbruikbaarheid. Bijvoorbeeld de gegevens die je buiten verzamelt en dergelijke, dat zijn gegevens die je buiten ziet, die werkelijk aanwezig zijn. Nou, die zijn vrij toepassingsonafhankelijk. Die zou je voor verschillende toepassingen en voor verschillende processen kunnen gebruiken. Voor schematisatie, die zijn gemaakt, een schematisatie voor een specifiek faalmechanisme. Dat betekent dus dat ze qua herbruikbaarheid beperkt zijn. Je kan het hergebruiken voor hetzelfde faalmechanisme, bijvoorbeeld in een ander proces. Maar je kan bijvoorbeeld een dergelijke schematisatie, wat je hebt gemaakt voor macrostabiliteit, niet één op één gebruiken voor piping of iets dergelijks. Daar zou je rekening mee moeten houden. Dus als je dergelijke zaken wel heb opgeslagen of beheerd, het zijn toch afzonderlijke zaken. En dat is dus anders dan de gegevens die je dus, de meetgegevens als het ware, die zou je, een boringsonering zou je zowel kunnen gebruiken voor macrostabiliteit als voor piping. Nou, gaan we nog iets verder, heb je die schematisaties en gebruik je die om de modellen te vullen. Dan heb je in feite modelinvoer. Nou, die modelinvoer die horen bij een bepaald model, gebaseerd op, de schematisatie van een bepaald faalmechanisme. Maar de modelinvoer hoort bij een bepaald model. Nou, die gegevens zijn dus ook niet één op één door te voeren of om te zetten naar een ander model. Wat we bijvoorbeeld in deze beoordelingsronde hebben, bijvoorbeeld macrostabiliteit, een ander model gebruiken om de glijvakken te berekenen. Ja, dat zorgt ervoor dat we ook nieuwe gegevens nodig hebben, andere schematisaties. Dat zal mogelijkerwijs in de toekomst ook nog eens een keertje kunnen gebeuren. En nu nog niet al duidelijk waarvoor. Maar dat geeft al wel te denken van, wat zal ik dan moeten opslaan of om te kunnen hergebruiken? Nou, deze set aan gegevens is blijkbaar behoorlijk toepassingsonafhankelijk. Nou, als ik die opsla of goed beheer, dan kan ik heel vaak nog andere processen ondersteunen en andere toepassingen in ondersteunen. Nou, sla ik bijvoorbeeld de schematisaties op, die zijn dan wat specifieker voor de faalmechanismen. Kan ik ook gebruiken voor andere processen, maar wel voor de betreffende specifieke faalmechanismen. Dus daar ben je al beperkt in. Je kan ze niet hergebruiken voor een ander faalmechanisme. Hebben we het over modelinvoer, dan betreft het gegevens die specifiek voor een bepaald model zijn. En wordt er een ander model gebruikt of voorgeschreven, dan kan je die gegevens in ieder geval niet één op één gebruiken. Dan zou je toch weer een stapje terug moeten naar je schematisatie om weer te komen tot je modelinvoer voor de afwijkende model. Dat geeft enigszins aan wat de kenmerken zijn voor de verschillende gegevens voor de data hergebruik. Nou, wat ik net aangaf, dus binnen een proces kan je die gegevens dus al hergebruiken, rekening houden dus met de verschillende eigenschappen, maar ook binnen die waterveiligheidscyclus. Dus je hebt dat toetsen en verbeteren, of beoordelen en verbeteren. Nou, daar kan je bijvoorbeeld die schematisaties je veldgegevens en die schematisaties hergebruiken, zolang dat maar binnen hetzelfde toepassing is en ook binnen jezelfde modellering. En dan is de vraag van hoe ga je dit dan organiseren? Wat sla je op en wat sla je dan niet op? En wat is specifiek? Bevries je per proces, bijvoorbeeld beoordelen, of wat maak je ook beschikbaar voor meerdere processen? Geeft het in feite nog even aan. Dus veel al dezelfde data nodig. Betreft dezelfde waterkering, dus het is logisch dat je dezelfde data nodig hebt. Maar de processen kunnen anders zijn. Je moet daar rekening mee houden, terwijl je in feite wel continu dezelfde gegevens nodig hebt. Of in ieder geval vergelijkbare gegevens nodig hebt om aan te tonen dat je in controle bent of weet wat je doet. Nou, welke gegevens hebben we aangegeven van zijn dan herbruikbare? Dus die toepassingsonafhankelijke gegevens, dus die boringen en sonderingen zou iets kunnen zijn, maar ook gegevens die je meet bijvoorbeeld met betrekking tot je bekledingen. Als je kijkt naar schematisaties, kan je hebben over bijvoorbeeld ondergrondschematisaties, maar ook schematisaties voor bijvoorbeeld je bekledingen, voor je duinen. En voor je duinen heb je nog iets qua
tijdsafhankelijkheid. Hè. Om zoveel tijd kan best zijn dat dat anders is. Hè. Dat geldt hetzelfde ook voor bekledingen, met name asfaltbekledingen. Dat degradeert in de tijd. Dus hoezeer je dat ook nog reëel is en her kan gebruiken, of actueel is en her kan gebruiken, is sterk afhankelijk daarvan. En je model is echt afhankelijk van wat er op dat moment wordt voorgeschreven. Hoezeer je dat dan nog kan gebruiken. Dat heeft nog een beperktere levensduur. Kijken we naar de verschillende processen die je dan kan ondersteunen. Je kan zeggen, die veldgegevens die zijn altijd wel her te gebruiken of te gebruiken. Die schematisaties, afhankelijk van hoe en wat, zou je ze willen kunnen hergebruiken in de verschillende processen. En je ziet hier duidelijk die model invoer. Dat wij ze in ieder geval er niet in hebben gezet, want dat is afhankelijk van wat er voorgeschreven is. En mogelijkwijs kan me voorstellen dat dit het niveau is waar jullie als keerbeheerders zitten. Van, dit is bij mijn waterschap de gegevens die ik goed wil beheren. Want dan kom ik altijd wel tot de schematisaties. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, we hebben het beter geregeld. Of we denken dat we daar voldoende gegevens voor hebben. Dat we ook de schematisaties beheren. En dat we daar elke keer in de verschillende processen gebruik van maken. En je zit dan weer de loop in de verschillende processen. Dat je weer aanvullende gegevens zo nodig verzamelt. En elke keer je schematisaties verbetert. Dus als we kijken naar aandachtspunten op basis van je basisgegevens, je meetgegevens. Hè, dat je die in ieder geval op orde hebt. Dat is namelijk sowieso iets wat toepassingsonafhankelijk is. Daarin zie je ook dat de basisregistraties daar een goede plek is om aansluiting mee te maken. Dus heel veel ondergrondgegevens, boringsonderingen worden al in bepaalde registraties opgeslagen. Maak daar dan ook gebruik van, hè. Dat hoef je niet zelf helemaal qua beheer op te zetten. En denk daarover na, hè, met oog op inbinding, op meervoudig gebruik. Hè. Veelal worden gegevens binnen projecten verzameld. Of dat ook nog eens een keertje werkelijk beheerd worden als afzonderlijk iets. Hè. De paalbuisgegevens, de boringen en sonderingen, die je dus voor meerdere processen kan gebruiken. Dat is mij te vragen. Veelal worden ze verzameld per project en ook opgeslagen per project. En bij een volgend project moet je maar net weten waar de gegevens van het vorige project staan. Als dat geregeld is, dan heb je al een heel stuk gewonnen. Wil je binnen het proces nog of binnen de processen die binnen het waterschap aanwezig zijn, nog een stap verder gaan? Dan zou je ook kunnen zeggen, die schematisaties, die zouden we ook kunnen beheren. Kunnen we bijvoorbeeld bij de beoordeling en bij het versterken elke keer op doorwerken. En ook bij het zorgplicht en de vergunningverlening. Ik heb bepaalde schematisaties die ik gewoon actueel hou. Dat vergt wel iets van je datavoorziening en je datamanagement binnen je waterschap. Of dat realiseerbaar is. Want daar zou je dan ook de afzonderlijke schematisaties, die dus nog een keertje afhankelijk zijn per faalmechanisme, zou je dan moeten zien te beheren. Een kleine aanvulling. In de ringtoets heb je de mogelijkheid, in de rekensoftware, om een parametertje aan te passen. Op zich hartstikke goed om daarmee ook gevoeligheidsanalyses te doen. Maar als je door het aanpassen van een parameter die tot exclusie komt, dat wat je in je brondata, in je oorspronkelijke schematisatie waarde x aan de parameter had en uiteindelijk gaat rekenen met parameter y, of met waarde y, dan moet je wel heel goed nadenken wat dat voor consequenties heeft voor je brondata en of je toch nog iets moet gaan doen in je brondata. Dat is dus dat iteratieve, wat jij bijvoorbeeld eerder aangaf van dan bevries ik dat. Voor de beoordeling moet dat sowieso, maar ga je daarna verder, hè? Er komt een vergunningverlening, wat ga je dan aanpassen? Ik heb van mijn schematisatie, heb ik gewoon klaar en die stop ik gewoon in de rekensoftware. En er komt iets uit en dan zeg ik van in mijn schematisatie heb ik waarde y op een parameter gezet. Ik doe een gevoeligheidsanalyse, ik maak daar waarde x van. En met waarde x zeg ik van daar komt een resultaat uit, hè, wat ik een beter gevoel bij heb. Kun je zeggen, stop, maar eigenlijk heb je een parameter aangepast die eigenlijk
helemaal terugwerkt in je bron. Ja. Moet je goed over nadenken of je dan ook met je bron moet aanpassen en dus die waarde een paar weken ook in je bron moet gaan veranderen en niet alleen in winkels. Nee, klopt. Als je op dat niveau dat bijvoorbeeld je schematisatie wil beheren, zou je het eigenlijk wel moeten doen. En zou je dat ook moeten organiseren dat gebeurt. Hè? Dat inderdaad niet een beoordelaar zegt van, ik pas verschillende dingen aan en dat wordt uiteindelijk gerapporteerd. Maar dat ook op een bepaalde manier geborgd is, dat die gegevens dus ook in het systeem, in het beheer, weer wordt vastgehouden. Vastleggen in een logboek, maar je moet ook je afvragen. Moet dat niet terug? Hoe organiseer je dat? Dat klopt. En dat geldt niet alleen binnen de beoordeling, maar dus ook over de beoordeling. En dat is bijvoorbeeld bij je veldgegevens is dat makkelijker, hè? Want dat zijn gewoon werkelijke meetgegevens. Maar bij je schematisatie wordt het alweer lastiger. Schematisatie doe je dus voor een bepaald faalmechanisme, voor een bepaald proces en mogelijkwijs ook voor een bepaalde pijljaar als het ware. Dat kan zo zijn dat die schematisatie dus net anders dan is als je voor een ander pijljaar neemt. En ga je al die dingen dan beheren. En hoe ga je dat dan doen? Dat maakt het wel een stuk lastiger. Maar het kan het wel eenvoudiger maken in de verschillende processen, omdat je niet elke keer opnieuw hoeft te schematiseren. Dus een stukje uniformiteit. Als je voor diezelfde dijkstrekking, voor vergunningverlening, elke keer opnieuw bijvoorbeeld dat stukje dijk moet schematiseren. En iedereen maakt daar dan andere keuzes in. Dan kan je voorstellen dat ongewenst is. Maar wil je dat wel gezamenlijk beheren, het stukje schematisatie van het stukje, betekent wel dat je elke keer moet nadenken van welke gegevens breng ik weer terug. En is dat dan een nieuwe versie of is dat dan weer een afgeleide versie van en heeft dat dan hetzelfde zichtjaar? Bijvoorbeeld bij vergunningverlening of bijvoorbeeld bij ontwerpen heb je een ander zichtjaar dan bij toetsingen. Toetsing is 2023 en ontwerpen, ja, dan ga je 30, 50 jaar is dan het zichtjaar. Dus dat zijn zaken om daarin mee te nemen en afweging te maken. Nog even verder met een stukje dataverzameling. Heel kort een aantal aandachtspunten erin. Niet helemaal van hoe die dataverzameling dan moet zijn. Maar je kan in principe dus twee grote bronnen qua dataverzameling. Je bestaande bronnen en nieuwe gegevens. Bijvoorbeeld bij bestaande bronnen kan je denken aan beheerregister of voorgaande toetsronden. Dat zijn wel de belangrijkste bronnen die bij kiembeheerders aanwezig zijn. Nou, daarnaast zijn er ook nog VNK-gegevens beschikbaar. Die zijn veelal, VNK was meer gesynthetiseerd, georganiseerd. Weliswaar met kiembeheerders, maar mogelijkwijs heeft niet ieder kiembeheerder die gegevens ook werkelijk al in huis. Maar die zijn dus wel beschikbaar. En basisregistratie, die zijn ook in feite voor heel Nederland wel beschikbaar. Bij met name de vorige toetsronde en VNK-gegevens, moet ik meegeven, je hebt verschillende gegevens qua herbruikbaarheid. Die boringen en sondering bijvoorbeeld bij de vorige toetsronde, die zijn gewoon herbruikbaar. Tenzij natuurlijk de hele situatie is veranderd en al gebouwen bij zijn gekomen of de dijk onversterkt is, maar die kan je gewoon hergebruiken. Heb je het over de schematisaties, dan is het dan even de vraag van zijn ze dan mee voldoende onderbouwd? En weet je hoe er in de vorige toetsronde tot een dergelijke schematisatie is gekomen? In deze toetsronde moet je qua herleidbaarheid veel meer hebben vastgelegd of in ieder geval kunnen aantonen. Maak je gebruik van de gegevens uit de vorige toetsrondes of schematisaties uit de vorige toetsrondes, dan is misschien het stukje herleidbaarheid wat lastiger in te vullen. Of in ieder geval voldoende aan te tonen dat je het op een bepaalde manier tot dergelijke schematisaties bent gekomen. Wat ik dus ook aangaf, hè, welke gegevens zijn er beschikbaar en welke gegevens zijn er noodzakelijk? En de samenhang, hè, waar zit dat? Hè? Om welke gegevens gaat het? Gaat het om schematisaties? Gaat het om veldgegevens? En denk daarbij aan van welke kenmerken of eigenschappen ze hebben met betrekking tot de herbruikbaarheid van die gegevens. Hè. Bijvoorbeeld die VNK-gegevens, hè, veel als hij het model invoert, niet zozeer schematisaties, maar model invoert, model wat er destijds bij VNK is gebruikt. Betekent niet dat ze totaal onbruikbaar zijn, maar hou daar rekening mee dat dat voor een bepaald model bedoeld was. En probeer daar te achterhalen van, hoezeer kan ik dat nog gebruiken? Dat is echt iets inhoudelijks, maar wees daar op bedacht qua informatiebeheer hoe je daarmee omgaat.
Nieuwe in te winnen gegevens. Wat ik in het begin zei, of wat de vraag ook net werd behandeld van informatiebehoeften. Welke gegevens heb ik nodig? Hè? Hoeveel gegevens moet ik verzamelen om de vakken van kilometer of iets dergelijks? Dat is eigenlijk niet de gegevensbehoefte, of in ieder geval de gegevens die je nodig hebt om de beoordeling door te kunnen lopen. Dat is echt afhankelijk van wat je uit de beoordeling krijgt, wat je uit de verschillende stappen krijgt. En vandaar hier ook de noodzaak van, heb je die gegevens ook werkelijk nodig? Is het niet zo dat je al voldoende beschikbaar hebt? Of dat je op dit moment alvast kan beginnen of bepaalde inschattingen alvast aan de slag kan, zodat je een beter beeld hebt van het resultaat is. En ook een beter beeld hebt van welke aanvullende gegevens er nodig zijn. Dat kan mogelijkwijs een meer efficiëntere strategie zijn dan om de 100 meter of om de kilometer bepaalde gegevens in te winnen. Het kan best zijn dat bepaalde strekkingen gewoon voldoende zijn. En dat je je budget en je tijd en je inspanning meer richt op een bepaald deel die gewoon onveilig is. Of waar meer onderzoek voor nodig is om te komen tot een bepaald toetsoordeel. Nou, bij het inwinnen van gegevens, wat ik net ook aangaf, hou rekening met het meervoudig gebruiken. Sla dergelijke zaken niet gewoon binnen een project op, bijvoorbeeld een beoordelingsronde 2023, maar probeer die gegevens dan ook zodanig te beheren dat ze voor meerdere toepassingen beschikbaar zijn. En kijk daar ook naar het iteratief proces, hè, zowel binnen de beoordeling, hoe komen ze daar weer in terug als in een groot groep? Hoe hou ik ze beschikbaar voor ook andere toepassingen? Nou, heel veel dingen gezegd zo net na de lunch. Wat ik in ieder geval wil meegeven van het stukje datavoorziening is erg van belang. Hè. Vanuit de inhoud gezien zijn er een aantal aspecten, aandachtspunten die raken aan de datavoorziening of datamanagement waar bij het inrichten op gelet kan worden, dus de omvang ervan, het gaat echt om heel veel gegevens, heel veel toetsporen, verschillende toetsen, iteraties daarin spelen daarin mee. Hou rekening met de gegevensstructuren, wat we net aangaven met betrekking tot de veldgegevens, geschematiseer de gegevens en modelinvoer, eigenlijk verschillende type gegevens met verschillende eigenschappen daarin, het iteratief proces, dus versiebeheer die je daarin doet. De herleidbaarheid, de verschillende stappen die je daar neemt, het vastleggen daarvan, hoe je daartoe gekomen hebt, inclusief de gegevens die je daar in de verschillende stappen hebt gebruikt. Gegevensuitwisseling, dat wil ik met name aangeven, hoe de situatie nu is, met heel veel handmatige stappen en mogelijkwijs formaten die nog niet aansluiten op bepaalde standaarden. Maar in ieder geval de richting waar we op gaan, richting meer standaarden en meer of betere aansluiting op je datamanagement. En kort nog dus het hergebruik binnen de keten en de dataverzameling waar je een aantal punten zijn gegeven. Wat ik als conclusie wil meegeven is in ieder geval zorg dat je datamanagement en je datavoorziening zodanig is ingericht dat je gesteld bent om het hele in ieder geval beoordelingsproces te kunnen ondersteunen, maar mogelijkwijs ook veel groter. Wees daarin flexibel, dat er wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitwisselingsmaten en dergelijke, dat je die later mogelijkwijs wat efficiënt en makkelijk in kan passen. Dit was hier van mijn verhaal. Zijn er vragen? Ja, ik heb een vraag. Misschien hoort dan met deze cursus thuis en is dat iets wat, maar er wordt heel veel gesproken over herleidbaarheid van data, maar niet over reproduceerbaarheid van de toetsen. En ik zie een heel groot risico van als ik een bureau zeg maar een toetsen laat uitvoeren van een deel, zelf niet voldoende kennis heb. Want kijk, als ik een bak met data heb, dan krijg je precies hetzelfde bak met data. Ik ga de toetsen uitvoeren, jij gaat de toetsen uitvoeren, zou tot exact hetzelfde toetsresultaat moeten komen. Tot drie cijfers achter komen. In theorie. Ja? Ja. Ik vermoed het in de praktijk, en ik heb in de 32e toetsronde wat meegemaakt, dat dat helemaal niet het geval is. En dat ik discussie krijg met het bureau, want die zegt van ja, maar als ik die nog doe, ik ga dat nog doen, ik ga zus nog doen, dan kom ik dat op aanscherpen, en dan heeft hij dat gedaan. En ja, maar als ik die nog doe, dan hebben we de keuze durven te maken in die bureaus. En die blijven natuurlijk, maar ja, dat is mooi werk. Hebben jullie nog ergens, hoe los je dat op?
Zit dat in de data of zit dat nee, in de kennis dat je eigen organisatie moet hebben? Of? Kijk, dat echt helemaal reproduceerbaar is lastig, hè? Want er worden verschillende keuzes gemaakt. Ja. Maar wat we in ieder geval met de herleidbaarheid proberen vast te leggen, is waar die keuzes gemaakt zijn en waar die keuzes op gebaseerd zijn. Hè? Dus ook het vastleggen van die keuzes. In het verleden werden veel al, omdat onderhuis bepaalde keuzes en bepaalde aannames gedaan. Dat is hetgeen wat we met de herleidbaarheid proberen vast te leggen van, op die punten of in die stappen zijn die keuzes gemaakt. En dan is het waarschijnlijk, daar kan je dan over discussiëren, maar dan is er in ieder geval vastgelegd van, we hebben die keuzes gemaakt, waardoor we weten van, als een bepaald bureau op die plek die keuzes heeft gemaakt, dan is het logisch dat zij een dergelijke uitkomst krijgen. In het verleden was het vaak zo, dan had je inderdaad een bak met gegevens en dan komt er een bak met resultaten. Dit zijn de gegevens, dit zijn de resultaten en dit is in feite het toetsoordeel zonder te weten hoe al die keuzes dan in elkaar zitten. En veel werden ze wel gegeven, maar niet zodanig volledig dat iemand zoiets kan reproduceren als het ware. Als je naar jouw verhaal luistert, zeg maar, dan is het echt heel erg belangrijk om in ieder geval voldoende kennis in huis te hebben, zodat je zeg maar, als een bureau iets doet, dat ze de uitgangspunten bij elke stap zeg maar, voorleggen en dat je daar ook met voldoende kennis een oordeel over kan geven. Nou, of je daar een oordeel over geeft, het moet in ieder geval wel zodanig zijn dat het vastgelegd is welke keuzes gemaakt hebben. Dat is het lastige, ja, klopt. En als je voldoende kennis hebt om erin te stemmen met die uitgangspunten, dan heb je dan misschien wat minder discussie achter. Daar heb je er zelf maar invloed op uitoefenen. Uiteraard. Ja. Ik merk gewoon dat bepaalde, dat soms niet goed geregeld is. En dat, ik zie dat als een probleem. Nou ja, als die kennis bijvoorbeeld niet in huis is, je zou ook een stukje review kunnen doen door een ander bureau. Dat is maar net hoe je dat organiseert. Dat kan je binnen het waterschap organiseren, door voldoende kennis in huis te hebben. Maar dat zou je ook door verschillende bureaus. Maar dat is dus de invulling. Ja, zou je dat echt moeten inbouwen, die stappen, zeg maar. Ja. Maar in principe, als je in jouw voorbeeld, je geeft twee bureaus dezelfde data. Maar als een bureau één eerste toetsing laat doen en die maakt bepaalde keuzes en aannames, die moeten ze vastleggen in een logboek. Als je dan de data plus het logboek geeft aan bureau 2, dan zouden ze in principe tot hetzelfde resultaat moeten komen. En als dat niet zo is, en dan zitten er wat rare dingen in aannames en logboeken of die niet zijn gelogd. Ja, in de geotechniek kun je meerdere keuzes maken, dat heb ik me laten vertellen. Dus dan ben ik bang dat bureau A zeg maar, bepaalde keuzes maakt. En als je zelf de kennis niet hebt om die keuzes zeg maar, goed of fout te vinden, zeg maar, hè? Mm-hmm. Dan moet je daar een ander bureau even inhuren. En dan moet je dus rekening mee houden, als je dus een bureau een toetsen naar uitvoert, dat je altijd een tweede bureau moet inhuren om de uitgangspunten te controleren. En dan moet wel in je werkproces zitten en ook in je begroting. Ja, dan met dat soort keuzes en aannames moeten dus vastgelegd worden in een logboek. Ja, maar achteraf het logboek bekijken, op het moment dat de toetsen staat opgeleverd, elke keer die maar te horen, van ja, maar als ik die nog doe, dan eigenlijk wil je op het moment dat die uitgangspunten worden vastgelegd, dan moet je ze controleren. En dan pas de volgende stap. Denk ja, in principe een dergelijke vraag kan je ook stellen aan het bureau waar je het in. Geef maar aan op welke plekken de belangrijke keuzes bijvoorbeeld gemaakt worden. En dat zijn de momenten waar we het op zullen bespreken. Je hebt daar wel inhoudelijke kennis. Het is inderdaad niet iets van, dus dit is een stukje kering graag over 2 jaar een beoordeling. Misschien kom ik ook weer naar een andere werkproces of dat van dit ontschatten. En dat proces wordt dus deels beschreven van hoe en wat. Je zag vanochtend al met de oefening van, dat kan je op verschillende manieren invullen. Zowel die schematisatie als het totale werkproces. En dat is een keuze, of in ieder geval een vrijheid voor de keringbeheerder, hoe dat ingericht gaat worden. En datzelfde geldt voor het stukje datavoorziening en het datamanagement. Hoe ga ik dat regelen? Hoe ga ik dat opslaan? Hoe ga ik dat weer beschikbaar maken? Ja. Nog andere vragen? Anders Hubert-Jan is ook binnengekomen. Dus, graag gedaan. Dan gaat Hubert-Jan... Sorry? We houden even een korte pauze. Ja.